Nee, ik was gewoon klant. En als klant zijn, dan ga je dan daar niet staan kletsen. Nee. Oh, je werkte niet voor de... Dan heb je een hoop geld, denk ik. Nee hoor. Dus je werkte niet voor de bank, je was klant? Wat was ik? Klant. Ja, klant. Nee, ja, ik was er ook klant. Allebei, werken en klant. Nee, toen ben ik daar klant. Ik was eerst klant. Ja. En toen vroeg Bergheid aan mij of ik bij wilde werken. Toen heb ik op alle drie de kantoren gewerkt. In Portugal, Zandplaat en op de binnenban hier. Ja. Ja, binnenban. Dus ze hebben daarboven nu huizen. Ja, al een poos. Oh, dat wist ik niet, joh. En ik heb gehoord dat ze in het pand van CNA zouden ze ook huizen gaan maken. Jo. Ja. De CNA is weg nou, hè? Daar. Ja, al heel lang weer. Ja, ik kom er bijna nooit, joh. Dus ik kan nou geen kleding meer kopen. Nou ja, alles gaat via internet. Die broeken haal ik. Oh nee, dat doe ik al helemaal. Die broeken koop ik bij Lidl. Ja. Want ik weet mijn maat. En dus bij Lidl in de aanbieding. Dat zijn goede spijkerbroeken. En, dan markeer je niks aan. Markeert niks aan. Maar je moet er wel in passen. Ja, de maat staat erop, Nico. Ja, maar ja, dat verschilt nog wel eens hoor. Als ik veel gegeten heb, ja zeker. Dat scheelt met de dag. Ja. Jongelui, de groetjes. Ja.